Peuter van 2 jaar oud is het eerste vuurwerkslachtoffer voor 2020, zegt Mireia Rodriguez, medisch hoofd van de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Sifra Goudland bracht een bezoek aan deze afdeling van het AZP en maakte het volgende verslag. We naderen het eind van het jaar 2020 en wij proberen zoveel mogelijk de samenleving wat attent te maken wanneer het gaat vooral ook om het gebruik van vuurwerk. En niet alleen vuurwerk, want we hebben ook nog steeds COVID die de ronde doet. Wij gaan dan gesprekken hebben met verschillende artsen en broeders om te kijken hoe zij het jaar 2020 hebben meegemaakt en wat hun boodschap is naar de samenleving toe. Zoals we al weten is er al een vuurwerkslachtoffer gisteren, heeft zich al gisteren aangemeld, een 2-jarig jongetje met een oogletsel. Dus die hebben we normaal kunnen opvangen. Het is natuurlijk een hele andere drukte, want sinds COVID er is, moeten we dus de zorg scheiden. Want we willen eigenlijk natuurlijk voorkomen dat er COVID-positieve patiënten op de werkvloer komen waar er andere zieke patiënten zijn. Dus we moeten dat sowieso blijven scheiden. Dus je begrijpt dat ons personeel dan ook gescheiden wordt. Waardoor je de druk die binnen ontstaat als het aantal reguliere zieke patiënten gaat toenemen, nu met vuurwerkslachtoffers ook wel groter wordt. Dus waar we alle jaren dus steeds hebben gefocust dat we binnen, dus binnen op de werkvloer, wat extra personeel inzetten. Hebben we dit jaar het extra personeel als het ware, moet je dus ook bij checkpoint inzetten. Waardoor dus binnen het personeel toch wel wat minder krapper, eigenlijk krapper is dan al die andere jaren. Het is erg belangrijk om patiënten al vanaf buiten te scheiden, zegt Rodriguez. Daarom is er vanaf het begin van de pandemie buiten een check-up opgezet om te voorkomen dat er COVID-19 positieve patiënten op de spoedeisende hulp worden gebracht. Natuurlijk kan je niet 100% triëren, maar wat we nu al willen doen, of wat we al doen, is dus dat we de low-risk patiënten onderscheiden van de high-risk. Dus low-risk patiënten zijn toch patiënten die binnenglippen, die geen klachten hebben die op COVID lijken, maar achteraf toch wel positief kunnen zijn. Dus dat kunnen we niet helemaal 100% uitsluiten. Maar de high-risk patiënten, dus mensen die in contact zijn gekomen met de positieve en klachten hebben, die proberen we zoveel mogelijk hier te houden als ze stabiel zijn. En als ze instabiel zijn, dan hebben we dus een speciale kamer in onze wachtruimte ingericht. Noem het een IC-kamer, om de instabiele COVID-suspecte patiënten op te vangen. Dus het is wel heel erg belangrijk om hier die scheiding te doen in plaats van binnen. Want anders heb je natuurlijk een hele chaos, moeten we de SEA gaan sluiten. Omdat er tussen de niet-COVID-patiënten ook COVID-patiënten liggen. Dus het is heel erg belangrijk om die scheiding te doen bij de deur. Rodriguez doet een beroep op de samenleving de spoedeisende hulp niet te bezoeken voor kleine gevallen. Het advies is om eerst de wachtdoktoren of de RGD-polyklinieken te raadplegen. Daarnaast wil ik zeggen voorzichtig met vuurwerk, zeker met kinderen. Voor mij geldt nog steeds vuurwerk en kinderen die gaan gewoon niet samen. Als ze in de buurt zijn, zorg ervoor dat ze op een veilige afstand zijn. Of tenminste een bril dragen. Maar voor mij liever geen vuurwerk met kinderen. Ik vind het jammer dat vuurwerk nog steeds wordt verkocht. Maar goed, het is niet anders. En natuurlijk, mensen als ze gaan rijden. Alcohol, we hebben zelf gezien, laatst 3 tieners verloren. Vanwege een chauffeur die onder invloed was van alcohol. Dus in principe, ja, je feest thuis. Als je dronken bent, blijf thuis, dan slaap je op de bank. Maar ga niet in het verkeer en wees geen gevaar voor medeweggebruikers. En sowieso na de lockdown, blijf bij je huis. We doen het op dit jaar anders, maar het ligt ook aan ons gedrag zelf om te voorkomen of ervoor te zorgen dat we komend jaar wel een Oroyari op z'n Surinaams kunnen vieren. Dus we moeten er allemaal aan meewerken. Maar als het dit jaar niet kan, dan moeten we ons erin berusten. Doe het gewoon thuis met je gezinsleden. Dat was Mireia Rodriguez, medisch hoofd van de spoedeisende hulp. De periode voor het afschieten van vuurwerk is officieel ingegaan. En jammer genoeg is een 2-jarige peuter het eerste vuurwerkslachtoffer geworden. Hij heeft een oogletsel opgenomen.